Ja, jongens, voordat jullie deze video gaan kijken, even een kleine uitleg. Het is een vrij rommelige, bijeengeraapt zootje geworden van de afgelopen 2 weken. Want ja, ik zat niet zo goed in mijn vel, dus ik heb niet zoveel gevlogd. Een paar dingetjes gedaan in het weekend. En ik heb het van 2 weken samengevoegd. En ik ga denk ik ook eventjes van de radar verdwijnen. Ik ga eventjes niet vloggen, omdat het niet zo lekker gaat met mij. Heeft niks met mijn persoonlijke dingetjes te maken, niks met mij en Chris te maken, maar gewoon met mijzelf. Ik heb dus een compilatie gemaakt van verschillende dingetjes. Ik heb ook als hobby, en dat heb ik geloof ik al eens eerder in een vlog gedaan, heel lang geleden, dat ik wel eens zing op via de app Smule. Sing heet die app ook wel. En ja, sinds corona heb ik ja, wat moeite met mijn stem. Het zingen wil niet meer zo, het slaat steeds over. Maar ik heb toch een liedje laatst nog eventjes gezongen. Gewoon puur omdat het zo ontspannend is. En daar heb ik een stukje van tussen gevoegd. Dus jongens, kijk deze vlog. Geef hem een duimpje als je het leuk vindt. En rest mij nog iedereen hele fijne feestdagen te wensen. En een heel goed uiteinde. En blijf gezond, mensen. En ja, tot de volgende vlog. En ik weet niet wanneer die gaat komen. Doei doei. Goedemiddag, het is zaterdag vandaag. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tieneke en ik ben een vloggende 50-plusser. Ik loop al met Romke buiten. Chris en ik zijn vanmorgen al heel productief geweest. Want we hebben douchecabine gemonteerd. Ja, dat was best lastig. Want ja, dan heb je toch wel twee paar handen nodig. Het is zo lekker weer. Het heeft gevroren vannacht. Er ligt nog wat ijs hier in de vaart. En ik zal even stoppen, want er komen allemaal mensen. We zijn nu onderweg naar Ter Herne. Even bij de boot kijken. Want als het goed is, moeten ze een winter klaar hebben gemaakt. Maar dat gaan we voor de zekerheid toch even controleren. Ja, we rijden nou even door de dorpjes heen. Even de toeristische route. Want ja, vanavond is er weer een persconferentie. En waarschijnlijk krijgen we een harde lockdown. Zo, ik trek toch hier. Dus ja, leuk dorpje. Wat zitten we nu in? Sibrandeborn? Gouw. Oh, Gouw, dit is Gouw. En maar zien, want wij, ja, met kerst en oud nieuw heb je altijd even wat dagjes vrij. En hadden we misschien even wat leuks willen doen, maar ja, er is natuurlijk niks aan. Alles is om 5 uur dicht. Misschien wel ook. En misschien zijn de restaurants en dingen nou wel allemaal dicht straks. Dat we niks kunnen. Dus ja, hier zit een hondje. We gaan het horen wat het wordt. En Christy kan de... Waarom rij je nou zo? Ja, oh. Chris die kan de boosterprik halen, of de afspraak maken maandag. Voor de boosterprik. En ik nog niet. Maar dat gaan we wel doen. Dat gaan we doen. Waar gaan we heen?
Nou, we komen net bij de boot vandaan. Het is maar goed dat we even geweest zijn, want de boiler is niet leeg. Dus als het begint te vriezen, dan vriest de boel kapot. Dus ja, volgend jaar zelf maar doen. Dat moeten we dan volgend jaar zelf maar doen. Ze zouden er maandag naar kijken. Goed, je betaalt er wel voor. Je krijgt een rekening voor het winter klaarmaken van je boot. Goed, dan doen ze de motortoiletten. Was dat wel gedaan? Ja, dat was wel. Ja. Dat zijn allemaal ja, zelf, zeker. Motor en de rest hadden ze wel gedaan, maar niet de boiler. Dus ja, het is weer koud, triest weer. Goedemiddag, het is zondag vandaag en we zijn in Makkum. We zouden even met Romke ergens lopen, toen werd het Makkum. Ja. Hier komen we weer uit bij de dijk. Hond aan de lijn. Ik zag net een hond, die was los. Honden nou, maar niet meer. Ja. Zitten ze weer op een rijtje, de aalscholvers. Vleugeltjes drogen. Die hoort niet in het zoekplaatje thuis, dat is een reiger. Tja jongens, dan is die uitgestorven natuurlijk in verband met de lockdown. Heel jammer allemaal. Ja. Oh, de poes. Ja. Ah. Oh. Hi. Hi. Nou. Poesie. Weer een lekker warm mandje. Hé? Thank you.
Nou, goedemiddag. Het is woensdag. Ik zit alweer in de auto. Ik was met Romke aan het lopen. Hier bij de potten. Bij het Snekermeer in de buurt. Maar ja, ik zou filmen, maar ja, er was iemand die liep een heel stuk met me mee met een hond. En ik denk, ja, dan ga ik die camera er niet bij pakken. Maar dit is wel even lekker. Panoramadakje open doen. Ik heb een panoramadakje, jongens, in mijn auto. Die heb ik nog nooit open gehad. Zie nou hoe vies die is. Ben je naar huis? Een mooi tippeltje gemaakt. Romke? Ja, dat is een mooi tippeltje, hè? Dat is gezellig. Een herdershond, notabene. Daar is je normaal heel bang voor. Maar dit is een vrouwtje, dat scheelt ook. Die schoot weinig aandacht aan hem ook. Dus dat is dan wel weer lekker. Allemaal hondjes, stabijtjes. Even goed voor het socialiseren weer eventjes. Dus zo. Oh, holy night. The stars are brightly shining. It is tonight of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope the weary world rejoices. For yonder was born.